Hallo. Ja, Lisot, ik zie dat u gelukt is. Zeer goed. Hallo, ik ben Lien, ik ben apotheker in Zomergem, Beke, Vlievegem nu. En ze heeft mij gevraagd om een keer uit te leggen wat ik dagelijks doe als make-up, voordat ik aan de slag ga in de apotheek. Ik gebruik heel vaak Sampoerzand, dus ik ga een keer tonen hoe dat ik dat eigenlijk dan doe. Ik heb nu wel al mijn foundation aan. En mijn concealer en zo, want dat is hier al genoeg getoond geweest deze week. Ik heb ook al mijn dagcrème aan en zo eronder, uiteraard. En ik doe ook elke dag mijn zonnecrème aan, omdat het toch belangrijk is, zeker nu met mooi weer. De foundation van Sampoerzand heeft ook wel een factor 20, dus dat is wel een beetje bescherming. Maar ik doe het toch nog altijd graag een factor 50 onder. Dus ik heb momenteel enkel mijn foundation aan, dus ik ga daar nog een klein beetje meer kleur terug in mijn gezicht brengen. En daarvoor gebruik ik de Contour Glamour. En tegenwoordig gebruik ik heel graag de Mini Kabuki. Die zit in de Le Petit Palais kitje met de kleine borsteltjes. Een heel handig kitje. Dus ik ga eerst beginnen met de bronzer. Dan ga ik een beetje zachtjes aanbrengen. Onder mijn jukbeen en een beetje op mijn voorhoofd, want ik heb nogal een groot voorhoofd. En een beetje hier, want de coronakilo's. En dan gaan we de blush gebruiken. En ik doe altijd een klein beetje op mijn voorhoofd en mijn neus achteraf. Kijk eens hoe alles er gezond uitziet. Als ik een klein beetje te veel heb gebruikt, dan doe ik altijd een keer met mijn foundationborstel terug. Een beetje blenden.
Dat we er niet uitzien als een clown. En dan. Het kleine kabuki werkt zeer goed. En dan gaan we een klein beetje highlighter doen. Dat doe ik niet te overdreven overdag. Moet er een klein beetje professioneel blijven uitzien. Hè. Maar ik doe dat dan met de highlighter penseel ook in de lippen die zit. Klein beetje. En dan juist bovenop mijn jukbeenderen. En een klein beetje onder mijn wenkbrauw. En boven mijn lip. Voilà. Zo. Dan doe ik mijn ogen. En we starten altijd met de primer. Dat is een hele goede primer. Die houdt echt je oogschaduw de hele dag mooi op je ooglid. Voilà. En vandaag ga ik, of allee, dagelijks gebruik ik eigenlijk meestal La Palette 1. Durf wel een keer andere looks doen ook met La Palette 2, maar dat is al iets meer een uitdaging. Dat is voor als we veel tijd hebben 's ochtends. Ik ga twee verschillende ogen doen. Voor het eerste oog ga ik beginnen met het kleurtje beige. Dat is een heel schoon basiskleur en voor mij eigenlijk perfect om alles mooi egaal te zetten. Producten zijn ook te krijgen bij mijn apotheek trouwens. Voilà. En dan als eerste, en dat is op het moment dat ik nog altijd niet goed wakker ben, doe ik eerst mijn basis en dan een beetje schaduw in mijn arcadeboog. Kwestie van een beetje diepte te creëren. En dat is een goede basis. En dan daarna kunnen we nog altijd spelen met de kleurtjes dat je leuk vindt of zin hebt die dag. Dus ik gebruik nu het kleurtje café. Als ik me niet vergis, bestaat die ook in singles. Ja. Dus je moet niet per se het palet kopen als je daar geen zin in hebt. En dat doe ik met de blender brush en ook opnieuw Le Petit. Een heel goede basis set om mee te starten. Voilà. En in principe is dat al look 1. Maar voor mij is dat iets te gewoontjes. Dus we gaan hier nu een klein beetje, en dat doe ik heel graag met mijn ringvinger, een beetje roze door op mijn bewegend ooglid.
schoon fris kleurtje. Dan gaan we juist nog eens met café een klein beetje mijn buitenste ooghoekje ietsjes donkerder maken. Lijkt mijn oog iets groter. En dan gebruik ik de Rose Tendre, die is daarnaast. En dat is echt een passepartout kleurtje. En dan ga ik een klein beetje aan het midden van mijn oog doen. En ook in het putje van mijn oog. Dan lijkt ook mijn oog iets groter. En frisser. En wakkerder. Voilà. Dat is eigenlijk al één. Dan een keer alles goed wat blenden. Voilà. En ook daar kun je weer stoppen, mascara en klaar. Maar ik doe heel graag nog een eyeliner erbij. En in mijn geval nu de zwarte eyeliner. Potloodje. Zeer gemakkelijk. En zeer vergevingsgezind. Wat het raar ding met mijn gezicht tijdens mijn make-up aanbrengen. Niet opletten. dat is eigenlijk hoe dat ik mijn oogmake-up doe bijna elke dag. Dan, essentiële stap voor mij als vrouwende is een wimperkruller. Die komt binnenkort ook uit van 100% in Rose Gold. Daar zijn we vol verwachting op aan het wachten. Hier krijgt mijn man altijd de kriebels van. Als ik met dat marteltuig aan mijn oog kom. Ups. Voor mijn kleine stompjes is dat wel een lifesaver. Dan doen we er eerst de primer op. Dat ziet er misschien een beetje gek uit. Dat is een witte mascara die de basis gaat vormen voor de rest. De volgende mascara. Voilà. En dan gebruik ik momenteel de nieuwste mascara van 100%, dat is de Volumineu. Dat is een zwarte en dat is om te doen alsof je gewimperd hebt. Voilà. Zo simpel is dat. En dat was oog 1. Dan gaan we oog 2 doen. Als basis ga ik weer hetzelfde starten met de beige. Trouwen. De Rose Gold. De mascara is nog niet waterproof, maar ik kan wel een traantje weerstaan. Ik kom wel een waterproof uit als ik. Dat doe ik ook met de eye flats, die volgens mij ook in de penselen
petit zit. Of ook gewoon los te krijgen, uiteraard. De blender en zo ook. Ja, ik juist een keer met een blender een klein beetje afkuisen. En met een beetje alcohol. Om de vorige kleur eraf te krijgen. Maar binnenkort komt er ook een heel makkelijke tool voor uit. Van 100% een soort spons waar je gewoon droog je borstel kunt mee kuisen. Daar kijk ik ook naar uit. Dan ga ik nu met de iets warmere bruine kleur mijn arcadeboog een beetje definiëren. Gewoon heen en weer en draaien. Voilà. Zo. Dan. Ga ik gaan voor de taupe. Dat is iets donkerder, maar dat is wel heel mooi als je dat aan hebt. Het ziet er misschien wat intimiderend uit als je het palet zo voor je krijgt. En opnieuw doe ik dat graag met mijn vinger. Dat is makkelijk. En dan gaan we straks weer opkuisen met een borstel. Isopropanol is nog niet te krijgen. Vries ik toch niet bij mij. Het is nog een restje dat ik heb staan. Maar dus binnenkort wel. Een handige reiniger. Dacht ik. Dan ga ik met de Boucher, dat is ook iets donkerder kleur. Heel voorzichtig. En ik gebruik eigenlijk constant de blender hiervoor. De buitenkant van mijn oog een beetje donkerder zetten. Tot het kleine schimmertje. Ik moet komen kijken in Delphine. En ook een klein beetje in mijn arcadeboog trekken. Nu met de champagne. Dat is zo een ja, champagnekleur. Mijn binnenste ooghoek. En ik ga eerst nog een klein beetje extra taupe. Morst op je menu, dan pakt je een kabuki. En dan is het weer opgelost. Delphine als taupe. Een alternatief vind ik de aubergine wel een hele mooie. Dat is gewoon ook een licht paarse. Die draag ik ook vaak overdag, maar. Is het niet het paletje? Dus. Voilà. En dan gaan we hier eerst een beetje opkuisen.
En dan wat ik ook heel vaak doe, is de liquid eyeliner heel dun aanbrengen. Dat is redelijk eenvoudig als je daar een klein beetje op kunt oefenen. Ik ga geen wing of zo proberen maken, daar hebben we geen tijd voor 's ochtends meer. Meer moet dat niet zijn. En zo. En dan. Mijn goede vriend. Die aan vervanging toe is. Dank je, Lieselot. Voilà, mijn primer. Die mag weg. En dan de mascara. Mascara aanbrengen zonder een gezicht te trekken, dat gaat niet. Zo, en dan zijn dat de twee mogelijke ogen waarmee je mee aan het werk kunt zien in de apotheek. Dan gaan we over naar lippen. Hè. Daar kun je ook altijd veel plezier mee hebben. Ik kan ook een keer veranderen gedurende de dag. De eerste dat ik meestal, of degene waar ik meest naartoe ga, is de crème brûlée. Die doe ik heel graag en dat is zo iets donkerder bruin, roze. Dat is kleurtje 1. Ik vind dan een schone neutrale om mee te werken overdag. Je hebt hem ook iets rozener. Dat is de nieuwe kleur van 100%. Of een van de nieuwe kleuren. Dat is de Rosé d'Or. Dat is ook een heel mooi. Alle lippenstiften zijn ook redelijk hydraterend. Dus... daar ga je zo geen droge velletjes van krijgen. Zo. Dan gaan we nog een keer een andere aan doen. Dus een rosé d'or. Die is ietsjes... lentiger misschien. Ook een optie. En de onderste wimperrand doe ik meestal niet. Als ik het toch doe, dan gebruik ik meestal de kleur van mijn arcadeboog. Klein beetje onderaan als onderste eyeliner. Maar dan ga ik nu een keer mijn favoriet aan doen. En de mensen hier van Beke hebben die al vaak gezien. Dat is de Merlot.
Dat is mijn rode lippenstift. En ofwel kunnen die zo een klein beetje intappen. Dat is hem zeer draagbaar. Toen draagt mijn mama hem ook vaak. Maar ik ga vaak. Voluit. Voilà. En zo zijn we weer vrolijk aan de dag begonnen. Hè? Wat ik tegenwoordig ook vaak doe, is er een glosje boven doen. De cubardon is wel mijn favoriet. Omdat dat een heel eenvoudig in is. Daar moet je niks onder doen. En die andere twee doe ik heel graag over lippenstiften. Omdat die zo nog toch iets extra geven. Ik ga een keer de abricot. Zo een goudkleurige. Een beetje in het midden doen. Voilà, dan geeft dat zo een klein beetje extra glans. En dan zijn we klaar voor de afterwork. Voilà. Het laatste wat we nog moeten doen is de setting spray. En ik sla hem er ook in. En dan gaat die make-up heel de dag mee. Dus de lippenstift moet een keer bijwerken. Maar voor de lange dag in de apotheek kunnen we dan helemaal tegen. Voilà. En dat is eigenlijk hoe ik me klaarmaak elke dag. Dus ik hoop dat het een beetje interessant was. Dat hoeft allemaal niet lang te duren. Je moet allemaal niet voluit gaan elke dag. Hè. Maar het zijn de goede basics. En dan kun je er heel veel plezier mee maken. Dus hopelijk was het een beetje interessant. Voilà. Tot morgen is weer een nieuwe live, maar het zal niet meer mee zijn. Goed, goedenavond nog allemaal.